Je wilt gewoon steeds meer weten als agrariër en als adviseur natuurlijk ook. En daarmee wil je eigenlijk voorspellingen gaan doen. We zien bijvoorbeeld dat loonwerkers gaan veranderen van zeg maar de dozenschuiver. Hè. Dus de loonwerker wordt gebeld naar een complete adviseur. En wie weet dat in de toekomst zeg maar, door het aansturen van sensoren en big data de loonwerker de boer opbelt. LoRa maakt het bijzondere eigenlijk dat het ook betaalbaar wordt. Het is een vrije frequentie. Dus het is geen, hè, want veel providers hebben een hoop geld voor hun frequentie betaald. Dat is dit niet. Dus dat biedt natuurlijk heel veel mogelijkheden. De antennes die staan op 6 plekken in de Achterhoek. Sensoren zijn in ontwikkeling. Hè. We zijn met verschillende partijen aan het praten. Dat zijn de agrariërs, dat zijn de softwarebouwers, dat zijn de chipbouwers. Daar zijn we heel druk mee bezig van. Hè. Wat kunnen we doen, wat kunnen we ontwikkelen? Dus het is wel heel erg eindelijk. Het boeren is natuurlijk zelf het land op en dergelijke. Is het nou niet dat de boeren straks helemaal niks meer moeten doen en dat de machines alles overnemen? Het gaat wel een heel eind die kant op. Dat zien wij ook. Vooral in akkerbouw zien we dat al heel erg toenemen. Er wordt al heel gespecialiseerd gewas geteeld. Hoe dat bij zeg maar de melkveehouder, die telen veelal gras en mais. We zien daar denk ik ook een opkomst. We zien ook dat een melkveehouder bijvoorbeeld heel veel met een robot gaat werken. Een voerrobot, een melkrobot. Daar komt ook allemaal data uit. En wat kunnen we dadelijk met sensoren die we plakken op die koe? Daarmee verdwijnt het beroep niet, maar wordt het beroep anders.